Oh yeah, ik zet hem weer op mijn trommel. Oké, mensen, we gaan weer beginnen met een nieuwe video, zeker weten. Ik pak even de reacties erbij. Want vandaag ga ik kanalen reviewen, zeker weten. Ik ga dus 3 kanalen uitkiezen. Het zijn tips en tops en wat je goed doet en wat je fout doet. Ik zeg niet dat ik de beste ben, echt niet. Dus jongens, alsjeblieft, niet denken van Arthur, je doet net alsof dat je de beste bent. Dat ben ik niet, echt niet. Ik ben ook nog maar een kleine YouTuber en ik wil gewoon mensen helpen op YouTube. Het eerste kanaal is Delissing. Delissing heet die, geloof ik. Als ik het verkeerd zeg, het kanaal staat in de beschrijving, dus dat kan je even checken. En dan kan je zelf lezen hoe het heet. Want ja, soms maak ik fouten en die fouten, dat kan gebeuren. Ik moet zeggen dat de banner er perfect uitziet. Het is gewoon een lekkere, vlotte, gewoon een coole banner, weet je waarom? Het licht doet wat met je. Het licht van de banner. Dus het soort van de effectjes erbij. En ja, het doet wel wat met je. Het is wel cool. Echt waar. Complimenten. En trouwens, de profielfoto en de banner passen bij elkaar. Dus dat heb je ook super goed gedaan. We gaan even kijken naar een video. En die wordt nu aangezet. Yo de kijkers van die luisteren, welkom terug bij een nieuwe video op mijn kanaal. Jongens, vandaag spelen wij Minecraft, wat al heel erg lang geleden is eigenlijk. Je praat super vlot, dat vind ik super cool. En je praat al gewoon echt alsof je het al jaren doet. Maar je hebt 1 video. Ik zou denken, als je YouTube verder wil gaan, dat je gewoon meer video's moet plaatsen. En ja, je moet het echt doen als je er lol in hebt, anders is het niet leuk, zeg maar. We gaan even verder kijken. Faction server, Eco Faction server heet het. En ja, je kan joinen, want er zijn nog niet heel veel mensen. Deze server is van 2 vrienden van mij. En ik heb natuurlijk de YouTuber rank. Ik heb IET rank. Bom, bom. Ik moet zeggen dat je super goed bezig bent. Alleen 1 tipje. En dat is zeg maar dat je een facecam kan plaatsen. En dus ik zou even kijken voor een facecam. Ga verder met YouTube. De slot van het succes is ook dat je verder gaat met YouTube. En niet denkt aan andere mensen die haten of iets anders. Gewoon lekker laten die mensen. Laat ze lekker. Zij kunnen niet wat jij kunt. Dus laat ze lekker. Nou, het volgende kanaal. Ja hoor, dit is een jongen. En die heet Q-Ko heet hij. Ik abonneer op jou, zeker weet. Op die andere was ik al geabonneerd trouwens. Dus shout-out naar jou. Ik abonneer mijn mensen die kijken en dat vind ik cool. Oké, mensen. Ik zie al dat de banner een soort van niet een eigen stijl heeft. Maar het heeft wel wat. Ik weet niet wat het is, maar het is wel cool. Maak iets persoonlijks. Mensen willen persoonlijkheid zien voor jou. En ze willen gewoon persoonlijkheid zien. Ja. Dat is het wel een beetje, denk ik. Er staan video's die ik leuk vind. En dan staat er PewDiePie. Ik denk dat het handig is dat als je YouTube wil beginnen, dat je dan meer je eigen video's maakt in plaats van video's die ik leuk vind erop zet. Ja, dat is het wel een beetje, denk ik. Je hebt een cool kanaal. Alleen, als je YouTube wil gaan doen, doe het dan echt video's van jezelf maken. En dan kom je er echt wel. Serieus. Baris Turtle heeft al 81 abonnees, is super lekker bezig. De banner ziet er super gaaf uit. Ik weet niet hoe je dat gedaan hebt, maar ik vind het super cool. En de logo past erbij, inderdaad rood en grijs en grijs. Super mooi, ik abonneer je even. Je hebt nu 82 abonnees, lekker bezig trouwens. 82 is super veel. En er is een video en dat heet Gadder terug en vechten. Ik moet zeggen, die titels helpen wel. Ja, als je titels met vechten en dat soort shit, dan gaat het wel beter met je kanaal, ja. En vechten met bedreiger. Hij doet hetzelfde wat ik heb gedaan, een bedreiger video. En we gaan heel even snel kijken. Hallo Turtles, welkom bij deze video. Vandaag is de dag dat we Gadder gaan zoeken, aangezien die ontvoerd is. Dus gisteren en op die video hebben we al 11 of 12 likes heb ik gehoord of zo. Ja, ik ben hier wel met Eman en Mustafa. Om te zoeken, ik ga natuurlijk niet alleen in de borstel. Maar ja,
Ja. Even een tipje. Als je de video begint, de intro hoeft niet zo lang te zijn. Mensen willen zien wat je aan het doen bent. Dus wat je wil. Ze willen eigenlijk een heel snel introotje en ze zien wel wat je gaat doen. Het is niet zo dat je alles moet uitleggen wat je doet. Ze zien het wel. YouTube is ook wel een beetje een soort van platform dat je meer laat zien dan uitlegt, zeg maar. Dus je laat meer dingen zien in plaats van uitleggen. Maar ik vind het echt een supercoole video. Ik ga nog even verder kijken. Ja, hoe kan dit? Oh, eerlijk, ik zag ineens een lief. Ja, ik zag gewoon ineens zo'n fucking doos daar. Ik dacht, jullie zitten me gewoon te pranken, maar dat is niet zo. Ja, kun jij even de tas bij houden dan? Ik dacht echt. Zo. Eigenlijk hadden we wapens mee moeten nemen, maar ja. Zal ik er niet je weet maar nooit, hè? Hij is een gangster. Ja, hij is. Ja. Okay. En een tip is, nog één tip. Ik vind jouw video super gaaf, Turtle. Echt waar, ik vind jouw video super gaaf. Ik ga hem ook even achter de scherm bekijken. Nog een tip is, als je iets cools hebt in de video, doe die dan naar voren. En dan je intro. En dan. Want dan zijn mensen al een beetje een soort van aan het verheugen op dat stukje. En dan gaan mensen al langer kijken naar je video's en gaan ze meer kijken. En ja, dagelijks uploaden is ook een super goed idee. Meer mensen die je gaat bereiken. En je hebt een super goed kanaal. De linkjes staan in de beschrijving. Als jullie die kanalen even willen checken en even willen abonneren, zou dat super gaaf vinden. En mensen, leuk dat jullie hebben gekeken. Doe een duimpje omhoog als je meer reviews wil van mij. En ja, wat vind je van de stijl hoe ik mijn reviews maak? Dat vind ik ook wel leuk om te weten. Dat is het wel een beetje. Volgende keer gaat er weer mensen aan de beurt komen. Als mensen willen dat ze aan de beurt willen komen, moet je even hieronder een reactie plaatsen. En dan ga ik gewoon reviewen en tips geven en samen met jullie praten. Ik vind het super leuk. En ja, dat is het wel een beetje, jongens. Leuk dat jullie gekeken hebben. Doei! Ik ga even Enzo Knol nadoen van vroeger. Een vlag.